Ja, ik heb gewoon geleerd dat je niet per se hard hoeft, maar ja, dat langzaamaan conditie opbouwen ook gewoon goed is. Mijn naam is Jetse Plat, winnaar van de gouden medaille tijdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro op het onderdeel triathlon. Ik ben Jelmer, ik heb een hersentumor gehad en ik ben op zoek naar een sport die past bij mijn beperkingen. Jelmer! Hoi! Hallo! En wat gaan we vandaag doen? Nou, we zijn hier op een atletiekbaan en daar hoor je normaal niet op te fietsen, maar het is wel een mooie veilige plek om te fietsen. Want ik wil je heel graag eigenlijk een fiets laten uitproberen. Dit is hem dan! Gaaf! Ja, nee, het is een tri-bike, drie wielen zoals je natuurlijk ziet. Maar ik denk dat het op zich een mooi fietsje is om te gebruiken, omdat je de stabiliteit natuurlijk minder nodig hebt. Je kan gewoon stil gaan staan en niet omvallen en toch lekker fysiek bezig zijn. Dus ik zou zeggen, ga er maar eens op zitten. Ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat het zadel al wel redelijk oké staat voor nu. Nou, gas erop! Hoe heb jij jouw handicap omgezet in een talent eigenlijk? Ja, ik denk dat het voor mij persoonlijk heel belangrijk was, omdat mijn benen natuurlijk niet het juiste werk deden. Dat mijn bovenlichaam heel erg ontwikkeld moest zijn om dat op te kunnen vangen. Dat is door de sport wel erg gekomen, natuurlijk door het handbiken daarmee. En wat voor tips zou je voor mij persoonlijk hebben? Ik hoop gewoon enorm dat je een sport gaat vinden waar je plezier uit gaat halen. En vervolgens daarmee ga je echt je eigen grenzen weer kunnen verleggen. Je wordt fysiek een stukje sterker, mentaal krijg je er wat meer plezier ook in. En dat helpt je echt wel weer een volgende stap. Zo, dat was hem. Wat vond je van? Leuk. Ja, ik heb gewoon geleerd dat je niet per se hard hoeft, maar ja, dat langzaamaan conditie opbouwen ook gewoon goed is. Ja, bewegen is bewegen uiteindelijk. Dus, en dat met dit lekkere weer is het mooi. Ja, ja. Top. Dankjewel. Vanuit Nederlandse Loterij vinden wij dat iedereen moet kunnen sporten. Daarom investeert Nederlandse Loterij in de gehandicapte sport in Nederland. We werken aan de toegankelijkheid van sportaccommodaties, vergroten de vindbaarheid van sportmogelijkheden in de buurt en organiseren activiteiten zoals Nederlandse Loterij Sporttour.